Ja, dames en heren, welkom hier bij aflevering 120 uit de reeks Free Speech on Air. Francis Capella is de naam en u kent de gouden stelregel. U gaat er niks aan veranderen. Ik wil het met u vandaag ook min of meer in het algemeen over een aantal zaken hebben. De voorgaande aflevering heb ik gesproken over... Ja, dat we eigenlijk zijn verworden tot 14 miljoen jij's. Hè? Dus eigenlijk 14 miljoen individuen die zich nog uitsluitend kunnen kleden, zich nog uitsluitend kunnen voeden, volgens de wil, zo zou je dat kunnen noemen, van een enkeling. Dat die zogenaamde individuele vrijheid die ons is aangepraat, vele jaren, de maatschappij, dat ben jij, dat soort dingen, dat soort stellingen, dat die vrijheid in alle werkelijkheid niet bestaat. Kijk, de alternatieve media, die zit vol van lieden die er allemaal klaarblijkelijk een eigen agenda op nahouden en die maar liever niet spreken over het kwaad dat in onszelf schuilt. Dat we eigenlijk dat we datgene wat we in de buitenwereld aantreffen, dat dat min of meer de uitwerking is, een soort verzamelde uitwerking is van al datgene we zelf wel of niet ondernemen. Mensen kunnen nu eenmaal niet vliegen. U kunt niet vliegen. Ik kan niet vliegen. Obama kan niet vliegen. Mensen kunnen niet vliegen. En mensen kunnen niet ontsnappen aan hun sterfelijkheid. Er bestaat dus geen macht. De macht die waar wij mee te maken hebben, is een kunstmatige. Gebaseerd op verdeling. En het geld hebben om de standpunten van die verdeling landelijk dan wel globaal uit te dragen. En iets anders is er niet. Er is een oude uitspraak, moet ik echt weer denken aan mijn vader die me vroeger vertelde. Ook de ontlasting van de royals ruikt niet lekker. Of er is zo'n uitspraak, ook onder de... miljoenen wijken, de villa wijken, lopen riolen. En dat is wat mij betreft zijn dat, nou, misschien wel banaal klinkende uitspraken, maar het maakt het niet minder waar, dat er geen enkel wezen onder ons is, geen enkele mens onder ons is, die een grotere macht heeft dan u of ik. Er is alleen die kunstmatige structuur, gebaseerd op verdeling, en gebaseerd op de economische, vooral het economische overwicht van een enkeling op de grote horde, laten we het maar zo zeggen. Je ziet dat, als ik wel eens zo door die alternatieve media race en ook over die zelfstandige blogs eigenlijk, even gauw vlieg, lees, dan lees ik behalve de artikelen vooral ook de comments, omdat je dan een beetje een beeld krijgt van wat er zoal leeft. Ik zie bijvoorbeeld dat er op Don Quixote weer mensen zijn die in de overtuiging zijn geraakt, nu weer in de overtuiging leven dat ik, Martin Vrijland, een aantal anderen toch eigenlijk wel onder één hoedje spelen met Micha Kat. Dat we eigenlijk allemaal toch bij elkaar horen. Ja, ik vind, iedereen heeft zo zijn recht op zijn of haar overtuiging. Maar het voor mij, als ik naar zulke dingen kijk, dan stemt het me moedeloos. Alleen al vanwege het feit dat je... Ik heb helemaal niks met Micha Kat te maken.
Ik heb hem ook nooit volgzaam gevolgd. Ik vond dat het, in eerste instantie het idee waar hij voor ging, het verzet tegen het establishment, dat trok me aan. En de kwestie Demmink was voor mij doorslaggevend. Maar dat is hij al lang niet meer, want Demmink zal nooit worden gearresteerd. Sterker nog, geen van deze elitaire lieden zal ooit de binnenkant van een cel zien. Never. Het establishment haalt niet uit naar zichzelf. Het doet aan volledige kapitaalbescherming. En toen ik eigenlijk door dat bedrog heen prikte, was het voor mij ook gedaan. Ik heb niks met Migra Kat te maken. Ik heb niks met Martin Vrijland te maken. Ik heb niks met Steven Brown te maken. Mijn naam is Francis Capelle en mijn programma heet Free Speech on Air. En als u daar wat uit kunt halen, dan is dat mooi. En als u er niks uit kunt halen of meent dat het anders zit, het internet is groot genoeg om ook uw blog, uw mening, uw zienswijze te vertegenwoordigen en te huisvesten. Ik ben ook geen complotdenker. Ik geloof niet zo in al die zogenaamde verborgen mechanieken, hè, die er zouden zijn. En ik geloof al helemaal niet in buitensporige capaciteiten. Dat er mensen zouden zijn met alles overstijgende of buitensporige capaciteiten, dat is het laatste waarin ik geloof. En ik durf rustig te zeggen dat ik Obama heel gemakkelijk kan verslaan en dan nodig ik hem gewoon uit dat het doen van een Nederlands dicté en dat win ik. En zo simpel is dat, want ieder mens weet iets anders. Ieder mens is groot in zijn eigen ontwikkeling. Er bestaan geen domme mensen. En wijsheid bestaat slechts in de ogen der dwazen. Het is niet manifest, want als wijsheid en al dat soort diepgaande inzichten daadwerkelijk manifest zouden bestaan, dan zou deze wereld gevormd conform die wijsheid en die diepere inzichten een heel ander aanzicht hebben dan vandaag. Wijsheid en inzicht is niet in staat om met geld af te rekenen. Ze moeten zich van het geld bedienen om hun eigen boodschappen af te rekenen. En zolang die onveranderlijkheid in dit systeem overeind blijft, wordt het niet anders. Ik ben dus ook niet iemand die fictieve verandering propageert. Je zult mij niet horen van laten we dit gaan doen, want dan komt het goed. Of kijk mensen, daar is de uitgang. Of laten we er een soort van esoterische goed nieuws show van maken. Laten we ons allemaal de gelukzaligheid in hummen. Nee, dat zult u mij niet horen doen. Wat ik probeer te doen is de zaken te beschrijven die ik zie en zoals ik ze ondervind. En mocht blijken dat u zich daarin kunt verenigen, mocht het iemand ooit bereiken die zegt, hé, hier heb ik nog nooit over nagedacht, maar dit wat ik hier hoor, dat zou wel eens heel goed kunnen kloppen, of ik voel dat ook zo, dan heeft mijn programma het doel bereikt. En zo simpel kijk ik daarnaar en daarom doe ik wat ik doe. Er komen geen inkomsten uit voort. Ik wil er geen aanzien of status uit doen verrijzen. Ik wil gewoon mijn stem inzetten. Om die als een soort instrument te gebruiken om de dingen over te brengen zoals ik ze zie. En zoals ik ze ervaar. Meer kan ik niet doen. En mochten mensen in de veronderstelling zijn dat ik het toch heimelijk een soort griezelige relatie zou onderhouden met Migra Kat en Steven Brown en Martin Vrijland en Talk to Myra, dat ik eigenlijk behoor tot een soort van establishment, dan zou ik zeggen, bewijs het maar. Goed, dit gezegd hebbende, wil ik u eens laten zien waarom ik niet geloof in verborgen werken. De
bedenkers van wat wel eens zou kunnen worden, de grootste kinderroof uit de vaderlandse geschiedenis, die doen dat openlijk. Die gaan niet in het geheim zitten vergaderen. Die laten zich afdrukken op de voorpagina's van kranten. En daardoor komen ze ook soms op blogs terecht van oplettende lezers die begrijpen dat de alternatieve media en de mainstream media gewoon aan elkaar gekoppeld zijn. Want dat wat de mainstream media behandelt, behandelt de alternatieve media ook. Er zijn geen onafhankelijke bronnen van nieuws te vinden. Daar waar die wel te vinden zijn, blijken die later achteraf vaak een bepaald doel na te streven. Zoals die farmaceutische klokkenluiders die voor het klokkenluiden miljoenen dollars ontvangen. Er zijn altijd belangen op de een of andere manier. En ik zie de wereld van klokkenluiderschap of die zogenaamde wereld van openbaringen dan ook niet meer aan voor iets integers of iets bijzonders. Ik kijk en ik observeer en ik denk er het mijne van. In het nieuws onlangs een zekere Paul Vlaardingenbroek. En als u er nog nooit van gehoord heeft, kunt u er natuurlijk op googlen of u kunt gewoon blijven luisteren. Deze Paul Vlaardingenbroek is een hoogleraar, familierecht aan de Universiteit van Tilburg. En daarnaast zit hij in de stoel van kinderrechter. En dat betekent dat de denkbeelden van deze man vanuit die functie omgezet kunnen worden naar een juridisch bindende werkelijkheid, zoals dat met mooie woorden heet. Een juridisch bindende werkelijkheid. Dit zijn dus lieden die behalve hun gedachten ook over de tools beschikken om van deze gedachten dwangmaatregelen te maken. Maar troost u, dat doen ze niet in het verborgene. Dat hoef je in een land als Nederland ook niet. Wetende dat er niemand reageert en niemand meer enig besef heeft wat het woord samenleving betekent, plannen zij openlijk. En zij doen hun deals niet in het duister, ergens achteraf, oh nee. In het volle daglicht. Omdat men rekent op het feit dat jarenlange programmering, maatschappelijke programmering heb ik het dan over, wel eens 14 miljoen vruchten zou kunnen hebben, ja, veroorzaakt, kunnen hebben opgeworpen. Deze man, deze Paul Vlaardingenbroek, die stelt dat er een verplichte anticonceptie moet komen voor ouders die er een potje van maken. En dat is wat hij letterlijk stelt. Dus er moet een gedwongen anticonceptie komen voor ouders die er een potje van maken. De hak zou er blij mee zijn. Die hebben alles in potjes. Deze man die houdt zich behalve met kinderen, dus rechters spreken over kinderen, dus nu ook met hun potjes bezig. In dit geval niet met kinderpotjes, maar met de potjes die de ouders ervan maken. Een heel rekbaar begrip als je bedenkt dat wij hier in Nederland jarenlang het gezin op alle mogelijke manieren hebben ontwricht, dat we via leerplicht afgedwongen hebben dat de ouders hun kinderen af moeten staan aan de leerinstituten van onze staat, die deze kinderen vervolgens zo haar eigen regels in de kop stampt, waardoor er vaak huiselijke opstand komt en gezinnen uiteindelijk gewoon uit elkaar vliegen. En als dat niet lukt,
Dan voeren we de druk op, de kosten voor de opleidingen, waardoor de ouders die niet meer kunnen betalen. En zo heeft er hier decennia lang, zou ik willen zeggen, een schade kunnen ontstaan die niet meer te repareren is. We hebben kinderen met ADHD, maar we hebben ook ouders die het niet meer weten, die om alles en nog wat in therapie moeten, die eigenlijk hun kinderen niet meer de baas zijn, niet meer weten hoe ze met die emoties moeten omgaan. Kortom, ouders die er een potje van maken. Daar zit Nederland vol mee. Juist omdat het begrip zo rekbaar is. Want hoe zit het met ouders waarvan één werkloos raakt, zodat er niet meer genoeg inkomsten zijn om de kwaliteit van zo'n gezinsleven nog op een aanvaardbaar peil te houden, bijvoorbeeld. Dan maak je er een potje van. Hoe zit het met het feit dat je in een land leeft waarin iedere beweging, iedere gedachte zelfs, iedere actie die je zou kunnen ondernemen, iedere stap die je zet, iedere hap lucht die je neemt, gebonden is aan regel en wetgeving? Niet te geloven, maar we leven in zo'n regulier maatschappij dat zelfs de laatste atoom van uw lijf onderhevig is aan de een of andere wetgeving. Bij overtreden wordt u beboet of gestraft, dus u maakt er een potje van, niet waar? En u verdient dus geen kinderen. Dat is wat deze man in alle werkelijkheid zegt, maar de slapers, 14 miljoen slapers zou ik bijna zeggen, zien eigenlijk helemaal niet waar deze man mee bezig is en met hem velen. Want hij is misschien slechts het aangezicht, hè, die nu de publiciteit inkomt, die vindt dat dit moet. We hadden al in 2010 bijvoorbeeld een zekere Mario van Dijken, dat was een voormalig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, mensen. En die vond toen dat als een eerste kind uit huis is geplaatst omdat ouders er volgens jeugdzorg, kinderbescherming en de rechter een puinhoop van maken, dan moet je een regime kunnen opleggen. Een regime. Om herhaling te voorkomen. Dat vond die Mario van Dijken. En ziet hoe oud het bedrog is als je het iedere keer in een nieuw jasje steekt. Want het is namelijk gebaseerd op leuzen, definities, woordkeuzes, die maken dat veel mensen het gevaar van dit soort uitspraken helemaal niet zien. Er zijn tegenwoordig gelukkig wel meer mensen wakker dan voorheen. In die zin, mensen worden alerter op wat er gesteld wordt. En dat is eigenlijk, deze Paul Vladingenbroek is dat niet zo, die is daar niet zo heel content mee en die heeft ook al aangegeven. Helaas wordt elke discussie daarover tot nu toe weggezet als Hitleriaans of narcistisch. Dan heeft hij het dus over die discussie van verplichte anticonceptie. Er wordt weggezet als Hitleriaans of narcistisch. Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou het ook niet als zodanig durven kwalificeren, omdat ik ervan overtuigd ben dat Hitler veel te weinig tijd heeft gehad om de voorbereidingen, hè, als hij al zo'n plan gevat had, om de voorbereiding voor het slagen van dat plan in werking te zetten. Nederland doet dit al vele tientallen jaren. De gezinnen ontwrichten en zorgen dat iedereen aan deze definitie begint te voldoen. Iedereen is zo onderhand in Nederland een ouder die er op welke manier dan ook een potje van maakt. Het zij te weinig inkomsten, het zij wetsovertredingen, het zij naar een therapeut om hulp gaan, dus aangeven dat je eigenlijk niet capabel bent. Het zij, nou ja, we zouden een hele lijst kunnen noemen, niet waar, dan kunnen we een uitzending mee vullen. Maar u begrijpt wel waar ik naartoe wil. Hier ligt een definitie die eigenlijk zo onderhand op het hele land van toepassing is, en daarmee wordt de weg voorbereid om de grootste kinderroof in de vaderlandse geschiedenis te realiseren. En ik weet dat het eng klinkt, maar aan de ene kant is het
gewoon een feit dat deze mensen dat onder uw neus doen en er ook geen doekjes meer om winden. Want het recht om kinderen te hebben, dat geldt voortaan alleen nog de volgzame. Alleen dan maak je er geen potje van, niet waar? Je moet niet wagen om werkloos te worden, je maakt er een potje van. Je moet het niet wagen om je te veel uit te spreken, dan maak je er een potje van. Je moet het niet wagen om al te veel regels aan de laars te lappen, dan maak je er een potje van. En nu toch half Nederland al bij de therapeut loopt, ja, maakt er al een potje van. En ik doe met u dat half Nederland staat voor een heel groot aantal kinderen. En om het maar eens heel oneerbiedig te zeggen, hij heeft het hier dan nu over anticonceptie, dus over het verplicht anticonceptie, dus het verplicht mensen vruchteloos maken. Maar hoe zit het met die kinderen die al in omloop zijn? Hoe zit het met die kinderen die thuiskomen in gebroken gezinnen? Hoe zit het met kinderen die thuiskomen en maar moeten wachten tot pa en ma terugkeren uit die eindeloze lange rij voor de voedselbank? Hoe zit het daarmee? En hoe is het mogelijk dat de perceptie van deze kinderrechter aan ex-hoogleraar familierecht aan die Universiteit van Tilburg zich alleen maar focust op de gewone man, maar zich niet focust op politici die er een potje van maken, op kinderrechters die er een potje van hebben gemaakt, op jeugdzorg die er een potje van maken, op de gezinsvoogden die ongeschoold en ongetraind wetgeving achter zich hebben staan, die maakt dat ze hun rapport niet eens naar waarheid hoeven opmaken. Dus waarop richt zich zijn perceptie? Niet op het establishment. Van het establishment valt niks meer af te nemen. 0,001% van dit land, weet u nog, bezit het hele kapitaal van Nederland. Denkt u nou werkelijk dat deze Paul Vladingenbroek daar zijn vingers aan durft te branden? Dus, als je vast hebt gesteld dat er een establishment heeft kunnen ontstaan, dat niks meer af te nemen valt, wat valt er af te nemen? Hoe zou je dat moeten doen? De wet staat aan hun kant, het kapitaal staat aan hun kant, ze beheren de supermarkten, de werkgelegenheid, de banken. Die kun je niks meer ontnemen. Er is nu alleen nog het volk. En bij gebrek aan geld, hè, want er zijn al grote deurwaarderskantoren die hebben aangegeven dat ze nu, hè, nu er niks meer te halen valt bij dit volk, onderuit dreigen te gaan, ja, dan pakken we toch de kinderen. Dan gaan we hun toch de kinderen afpakken en we gaan ze gedwongen steriliseren. Want daar komt dit op neer. Nederland is aan het afglijden tot een model waar Hitler veel te weinig tijd voor heeft gekregen om het te kunnen realiseren, als we dan even het officiële verhaal van Hitler aanhangen. Zodat even geloven, dat zal ik er meteen bij zeggen. Voordat ik weer van die wakkere mensen krijg die de perceptie daarop gaan richten. Dus we zien hier dat die onheilige drie-eenheid, de Raad voor Kinderbescherming, de jeugdzorg en de rechtbank, dat noem ik een onheilige drie-eenheid, dat die het hier meer en meer en meer voor het zeggen gaan krijgen. Het gaat allemaal om ouders die er een potje van maken. Maar deze perceptie van deze man, die ook nog eens in de positie zit om van zijn denkbeelden een juridisch bindende realiteit of werkelijkheid te maken, die richt zich niet op de gasten in Den Haag, die er zo'n potje van hebben gemaakt dat de meeste kinderen in Nederland al niet eens meer met 3 maaltijden per dag naar school kunnen. Want dat boeit ze niet. Dat schijnt deze meneer niet te boeien. Er komen steeds meer ouders die niet in staat zijn om hun kinderen 3 maaltijden per dag te verschaffen.
Er staan steeds meer ouders voor de voedselbank. Pinpas is niet meer nodig. Voedselbank is het enigste wat er resteert, mensen. Er staan meer en meer bejaarden. Die worden gewoon ronduit de straat opgeknikkerd. Opgeknikkerd. Door instanties die van de regering de vrijbrief hebben gekregen om dit te doen. Omdat ze mogen handelen vanuit winstmarge. Richt deze perceptie zich op die mensen? Dit potje, om het dan maar zo eens te zeggen? Wel nee. Wel nee. Nu staat de grootste kinderroof aller tijden in Nederland voor de deur. Maar ook dat zal in Nederland geen rimpel door het volk laten trekken. Ze hoeven het ook niet in griezelige complotkamertjes te beslissen. Ze doen het op voorpagina's van de mainstream media. Want men weet dat al deze propaganda, dat jarenlange slopen en ontwrichten van de familiaire eenheid, het afnemen van de sociale context, het totaal onderuithalen van de samenleving, hetgeen alleen nog maar een naam is, waar alleen nog maar bange individuen rondlopen binnen de eigen cirkel van hun kunnen en niks meer durven te zeggen, zodat er niks uit die cirkel afgepakt kan worden. Ze weten dat ze niet op al te veel protest hoeven te rekenen. En ze gaan dit doen. En ze plannen de grootste kinderroof van Nederland ooit openlijk, midden in uw gezicht, op het journaal, in de mainstream media, hier en daar verdwaald op een blok, want de meeste, de georganiseerde alternatieve media, die wil dat u zich blijft concentreren op oppergoeroes, Obama, UFO's en een paar reptiliaanse vrienden. Daar moet u naar gaan kijken, terwijl de werkelijke wereld onder uw ogen op het punt staat in elkaar te klappen en hier in Nederland de grootste kinderroof ooit te plannen. In samenwerking met die onheilige drie-eenheid, dat zogenaamde AMK, dat zogenaamde jeugdzorg en die zogenaamde onafhankelijke rechtsstaat die op basis van artikel 120 al geen enkel besluit meer aan de grondwet kan toetsen, mensen. En dit gebeurt midden in uw gezicht en u zit erbij, u kijkt ernaar en dat weten ze. De grootste kinderroof uit de geschiedenis zien wij hier. Maar we zien nog iets anders. Nog iets belangrijkers. Een van die tools waarmee dit soort dingen zijn voorbereid en die nu ook maken dat er heel veel Nederlanders zullen zijn, geloof het of niet, die zeggen van ja, daar kan ik me eigenlijk ook wel wat bij voorstellen eigenlijk. Hè, Harry? Ja, kijk, ja, die gast, die, ja, daar kun je beter geen kind aan overlaten hoor. Ik kan me daar best wel wat bij voorstellen. Laat ze die pillen ook maar slikken. Hè, want dat is hier, dat ik durf daar echt mijn ziel en zaligheid onder te verwedden, dat dit bericht tot dat soort gesprekken heeft geleid in talloze huiskamers. Maar een van de voorbereidende zaken die gemaakt heeft dat dit allemaal mogelijk is, dat men dit soort dingen openlijk kan plannen en u gewoon kan zeggen dat uw kinderen u niet meer toebehoren, dat u er een potje van maakt, dat is dat zogenaamde, ik zou bijna zeggen, propageren van intelligentie. Heel veel ouders zijn eigenlijk naar laboratoria geklepperd om het meest intelligente kind te laten samenstellen. Zich te laten adviseren welke partner het best bij hun past om een zo groot mogelijke kans te maken op een intelligent of een super intelligent kind. Intelligentie is the new god. Maar waar hebben we het hier in werkelijk over? Ik wil dat u daar even over nadenkt, terwijl ik mijn sigaretje ga ontbranden. En terwijl ik mijn sigaretje heb doen ontbranden, bent u vast wel tot een antwoord gekomen. Wat we hier zien is een economische splitsing, een soort economische rassenverdeling.
Ik zal u zeggen wat ik daarmee bedoel en hoe ik dat bedoel. Met intelligentie wordt namelijk alleen maar bedoeld dat het kind zo intelligent mogelijk moet zijn om binnen dit stelsel niet alleen zeer goed tot uitmuntend te kunnen functioneren, wel nee, om een toppositie in de wacht te slepen, om zoveel mogelijk inkomen naar binnen te harken, want ik zal u een geheimpje verklappen. Deze ouders, die zich laten adviseren door gedragswetenschappers en consultants, hè, om een zo intelligent mogelijke zuigeling in de wieg te kunnen gooien, hè, deze ouders, hou die even zo in gedachten. Dan moet je je voorstellen als morgen Nederland zou zeggen dat alleen mensen met een zeer laag IQ recht hebben op topsalarissen. Dan zullen diezelfde ouders overmorgen heen gaan omdat ze een kind met het syndroom van Down willen. Dan willen ze supermogolen. Want dat is namelijk waar het hier om gaat. De economische scheiding is hier aan de gang. Alles richt zich op de mensen die bijna niks meer over hebben. En die niet over, als we het dan intelligentie zouden kunnen noemen, over voldoende intelligentie beschikken om een goede baan vast te kunnen houden. Die mensen, die moet je anticonceptie geven, verplicht. En hebben ze al kinderen in omloop, dan wachten we tot er nog een paar regeltjes worden overtreden of tot zelfs de voedselbank wankelt. Ja, en dan moeten die kinderen natuurlijk het huis uit. En dat wordt hier gewoon openlijk gepropageerd, mensen. Ik zeg dat we terecht zijn gekomen in een eindeloze nachtmerrie van glibberige bewegingen ten opzichte tegenover de volkse apathie. We staren, we weten, we kijken en morgen kopen we gewoon een andere krant. Dan staat er weer wat anders in. De grootste kinderroof in dit land kan niet alleen openlijk worden gepland, het ergste is dat die kan worden uitgevoerd. En dat maakt mij bang. En het zou u bang moeten maken. In dit land is het voor de heersende klasse absoluut niet moeilijk meer om u alles te ontnemen wat u lief is. Zonder dat u op een ingrijpen hoeft te verwachten van uw buurman. Zover zijn wij gekomen. Zover zijn wij afgezonken. En allemaal in het belang van het kind, mensen. Allemaal in het belang van het kind. Jeugdzorg. Totaal in het belang van uw kind. De kinderrechter. In het belang van uw kind. AMK. Maakt zich druk om het belang van uw kind. En al deze instanties. Die over de miljarden en miljoenen budgetten beschikken. Die denken er niet aan om ouders die nu van de voedselbank afhankelijk zijn gemaakt, om die bij te staan. Want tot zover strekt het belang van het kind namelijk niet. Het hoeft niet 3 maaltijden per dag. Wel nee, de bestuurders bovenin, die mogen hier het hele volk eigenlijk aan een dieet helpen waar Sonja Bakker voor op de loop zal gaan. Dat mag allemaal, mensen. En dat kan ook allemaal. Maar het welzijn van uw kind, dat staat bij ons hoog in het vaandel. Remember, trust us. En dat is wat er gebeurt, mensen. Is dat geen belangrijke ontwikkeling? Dat we nu zover zijn dat de grootste kinderroof uit de vaderlandse geschiedenis gewoon openlijk gepland kan worden in de dagbladen. Dat deze lieden ook nog eens op de positie zitten om van hun denkbeelden een juridisch bindende werkelijkheid te maken.
En is het niet geweldig dat deze mensen weten dat u erbij zit en u kijkt ernaar. Zo ver zijn wij afgegleden. Dit is hoe ver wij van de realiteit zijn verwijderd. Er is niks wat deze lieden tegenhoudt. Helemaal niks. Er is niks meer over. En daarom meld ik het u. Voor diegene die nog oren heeft. Die nog om zich heen wil zien. Die nog wil kijken naar dit soort ontwikkelingen. Nou, die adviseer ik. Volg hem en bestudeer hem. Paul Vladingenbroek, de man met de scherpe perceptie, de man voor wie het welzijn van uw kind niet groot genoeg kan zijn om er een bindende juridische werkelijkheid van te maken, het van u te verlossen. Die man, die Paul Vladingenbroek en alles wat op hem lijkt, volgen, kijken, bestuderen, nadenken en dan is het aan u wat u daarmee doet. Meer kan ik daar niet over zeggen. Dit onderwerp is voor mij heel belangrijk. Ik heb zelf een dochter. Ze is 16. Ze binnenkort eigenlijk en ze gaat... Ze gaat eigenlijk al, ze is al bezig om uit die kindheid, hè, uit die kindheid te stappen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar er is een tijd geweest in mijn leven dat jeugdzorg wilde dat Kimberly, want zo heet mijn dochter, onder toezicht kwam te staan. En ik kan u vertellen, de voogd heette Ilse de la Parra en ik heb haar te verstaan gegeven. Dat als mijn kind onder toezicht zou komen te staan van dit zwakzinnige instituut, dat het haar niet best zou verlopen. En dat meende ik ook. En toen dit instituut begon door te zetten, heb ik Kimberly weggebracht. En ondergebracht bij de liefste persoon die ik maar kon bedenken, die ongelooflijk gek met haar was, en dat was mijn moeder, haar oma. En ik heb me laten arresteren voor ontvoering. En ze hebben me 3 dagen vastgehouden en toen kon ik gaan. En daarmee, eindelijk, hield jeugdzorg op. Dus mensen, als u een oplossing zoekt, een oplossing wilt voor dit soort krankzinnige inmenging, dan zult u het zelf moeten doen. U zult iets moeten ondernemen. Het gaat verder dan alleen maar te zijner tijd, hè, naar dit programma luisteren. Het gaat verder dan u alleen maar moeten informeren of kunnen informeren op het internet. Het zal, als het u betreft, als dit u betreft, en geloof me, dit betreft nu heel Nederland. Want we zijn in die cultuur terechtgekomen waarin we afhankelijk zijn gemaakt en gedwongen van therapeuten en maatschappelijk werkers. En waarom? Omdat ze de zaken nu zo in elkaar hebben gestoken, dat u als gewoon mens geen wegwijs meer wordt in die bagger, die overheidsbagger van regelgeving. En dan meldt u zich bijvoorbeeld bij het maatschappelijk werk om grip te krijgen op een situatie die niet van u is, maar waarin u bent gedwongen. En daar ontstaat een dossiertje en dat is een labeltje. Want u bent niet capabel. U heeft namelijk een maatschappelijk werker nodig om uw dingen te regelen. U bent niet capabel. U maakt er een potje van. En mensen die in dit land het wagen om er op die manier een potje van te maken, die mensen die moeten in de toekomst verplicht aan de anticonceptie, die moeten dus worden gesteriliseerd, om nog maar niet te spreken over de kinderen die al in omloop waren. Klinkt heel oneerbiedig, want nu lijkt het net alsof het gaat om een paar lege colaflessen. Maar die al in omloop waren, die kinderen die waren er al. En wat moet daar dan mee gebeuren? Want wat hebben wij deze man ook alweer horen zeggen in 2010? Die andere man, die PVDA, die zei, ja, als een eerste kind uit huis is geplaatst, omdat ouders er volgens jeugdzorg, kinderbescherming en de rechter een puinhoop van maken, dan moet je een regime kunnen opleggen om herhaling te voorkomen. Een regime.
Stelt u zich dat eens voor. Niet om de herhaling te voorkomen dat het kind uit huis geplaatst wordt, hoor. Geloof dat maar niet. Maar om erop toe te zien dat u er nog een groter potje van maakt. En dan de legitieme bodem te krijgen om dat kind uit huis te plaatsen. Mensen, dit gebeurt midden in ons gezicht. En daarom beschouw ik mijzelf ook niet als een complottheorist. Absoluut niet. Ik geloof namelijk helemaal niet dat mensen kunnen vliegen. Want daarin moet je namelijk geloven, als je een complottheorist bent, dan geloof je dat er bepaalde lieden zijn die menselijk gezien meer macht zouden hebben dan jou. Maar geen van hen, geen van al die zogenaamde machtige en geheimzinnige individuen, hè, zelfs niet de Satans hoge priester, zelfs die niet, is in staat om zijn dood te ontlopen, nietwaar? Want ze gaan allemaal op de dode rug liggen. Ze zijn allemaal sterfelijk. Ze moeten allemaal naar de pot en ze kunnen allemaal hun eigen pis niet ophouden. Er bestaat geen macht. Er bestaat alleen dit labyrinth van bedrog. En uit dat bedrog, uit uw medewerking aan dat bedrog, zo zou ik het willen zeggen, uit uw medewerking aan dit bedrog ontlenen die lieden hun macht. Deze zogenaamde voodoo-priesters van de jurisprudentie, deze zogenaamde hoogleraren van de elitaire regels. U bent in staat om dit te veranderen. En als u gewoon eens kijkt naar dit soort dingen en moet erkennen dat er hier een massale kinderroof wordt gepland en dat de hele bedrijfstak, die onheilige drie-eenheid, daarvoor klaar is gemaakt. Jarenlange subsidies om al die autootjes te laten rijden en al die politiediensten in te schakelen die uw kind bij u weg komen nemen omdat u niet capabel bent, omdat u er een potje van maakt. Maar die kinderen blootstellen tegelijkertijd aan regeringen die de rivieren vervuilen, de lucht vervuilen. Kinderen opzadelt op zesjarige leeftijd met ongeneeslijke kankers. En ze dan ook nog eens niet iets beters weet te verzinnen dan Villa Joep. Mensen, het is zo droevig dit. Het is zo droevig dit. Als je door deze perspectieven heen kunt kijken, dan zie je dat er geen macht bestaat. Er is alleen dat collectieve kwaad. Dat collectieve kwaad van uw handels aangepraatte, eigenhandig aangepraatte handelsonbekwaamheid. Waarmee u zich dat labeltje op de hals heeft gehaald, dat hun de vrijbrief gaat geven om van u te zeggen, u bent niet capabel, u maakt er een potje van. En dat is wat het is. Het gebeurt niet in achterkamertjes. Het gebeurt niet aan de hand van brandende vuurkorven en duistere voorspellingen. Dit gebeurt puur uit het feit dat u blijft zitten waar u zit. Of als een koe op de rails staat naar de naderende trein te kijken. Dat is wat u aan het doen bent. Dat zijn we alle aan het doen. En nogmaals, ik wil dat het even heel duidelijk is voor de nieuwe luisteraars, de toevallige passant die hier toevallig van dacht, hé, laat ik me dit eens aanhoren. Ik predik geen revolutie. Ik predik geen wetsovertredende handelingen. Dat hoort u mij niet zeggen. U heeft alles in u om nee te zeggen. En dat zult u over moeten hebben voor uw kinderen. Om dit te voorkomen, deze grootste kinderroof uit de vaderlandse geschiedenis, want ik durf hem zo te noemen, mensen het recht ontzeggen om kinderen te krijgen, het alleenrecht te verstrekken aan de intellectuele en de meest succesvolle. Andere woorden zijn dat voor de meest onderdanige,
Want die hebben allemaal via de regels gespeeld en waagden het niet om ook maar een pad af te gaan. Waarop een boete of een straf of een soort verleden zou kunnen worden gehangen. Dat hun baantje in gevaar bracht. Het alleenrecht is dus alleen nog maar voor de meest volgzame, de meest onderdanige slaven, de wetsneven, de regelnichten, daar is dit voor, die zich intelligent wanen. Ja, want dat zeggen ze ook nog eens van zichzelf, ja, maar ik heb een hele gedegen opleiding, kom nou, ik weet wel waarover ik het heb, zag. Ik heb niet voor niks, ik heb 14 jaar universiteit genoten. Maar geen van hen is in staat, geen van al die universitaire goden is in staat om ons te bevrijden van de wil van de elite. Geen van hen. Deze mensen kunnen alleen naar de pijpen dansen van die elite, doen ze dit niet. Dan zitten ze met al hun intelligentie, staan ze bij het werkplein en smeken om een uitkering. En omdat ze weten dat dat hun voorland is, doen ze het niet. En de dingen die ze plannen, mensen, die plannen ze gewoon in het openbaar. Maar er wordt nu alleen nog maar een discussie over gevoerd. En wij vinden het jammer, helaas, dat deze discussie tot nu toe steeds wordt weggezet als Hitleriaans of narcistisch. Onvoorstelbaar. Als je wakker bent en je kijkt hierna, dan ben je eigenlijk absurd bezig, dan ben je onterecht bezig, want dan zet je dit voornemen, plaats je in een Hitleriaans of narcistisch daglicht en dat moet toch niet kunnen? Daar mag u ons toch niet mee vergelijken? Wij nemen uw kinderen legaal. De wet dekt ons. We zijn geen nazi's. We leven in een vrije democratie. We kunnen, ja, goed, waarom in deze vorm van democratie de grote industrie het recht heeft om te vergiftigen en u niet het recht heeft om een papiertje achterloos van u af te werpen, dat kunnen wij niet uitleggen. Maar wees gerust, ga gerust slapen. We leven wel in een democratie. Democratie. Zou ik het willen noemen, zo onderhand. En dat is wat er hier speelt, hoogleraar familierecht, en ik vrees een van de vele, gedwongen anticonceptie, ouders die er een potje van maken, die verdienen geen kinderen, en dat terwijl het merendeel van de kinderen al thuis komt bij ouders. Die er een potje van maken. Ouders die beschadigd zijn. Die niet meer weten hoe om te gaan met kinderen zelfs. Een ministerie van onderwijs. Dat kinderen verplicht om hun huiswerk aan de laptop te doen. En ze vertrouwd maakt met veegschermpjes en iPods en dit. En de wondere wereld van de technologie. Waardoor er hele generaties zijn ontstaan. Waar de ouders er wel naar kunnen kijken, maar er geen gesprek meer kunnen voeren, omdat er veegschermen en oordopjes zijn. Spelcomputers, al dat soort dingen. Ja, en als je die controle dan niet hebt en niet weet hoe je met die kinderen om moet gaan, dan maak je er een potje van. Nou, dus we kijken naar Nederland. En we weten op hoeveel mensen dit wel niet van toepassing wordt. We kunnen dus weten dat de grootste kinderroof uit de vaderlandse geschiedenis in ieder geval al bespreekbaar wordt gemaakt in het openbaar, al lang gepland is in de achterkamers, de instanties er al klaar voor zijn, die hebben genoeg subsidie, en genoeg aansturende elementen om over te gaan tot dit soort acties. En het steeds meer uitbreiden van deze acties. En we weten
dat het ook vandaag in Nederland stil is. Francis Capella, free speech on air.